Er is op de bovenste verdieping van het Rotterdamse Groothandelsgebouw door 175 winnaars van het schaakspel heel wat afgepiekerd toen de winnaar van het Hoogovenschaaktoernooi, de Russische grootmeester Kortsnoy, en zijn landgenoot, de vroegere wereldkampioen Tal, daar een simultaanseance gaven. Er waren ook deelnemers die het moesten opnemen tegen de Nederlandse grootmeester Jan-Hein Donner. Caïssa, de godin van het schaakspel, glimlachte. Hetgeen niet altijd gezegd kon worden van de grootmeesters, die nu en dan voor zulke zware problemen werden gezet dat langdurig beraad noodzakelijk bleek. Maar over het algemeen was het verzet niet verontrustend. Van de 35 partijen die Tal speelde, won hij er 33 en maakte hij 1 remise. Ook Kortsnoy had het af en toe moeilijk. Hij won van zijn 35 partijen er 32 en maakte 2 remises. Bij zo'n simultaanwedstrijd zijn er altijd volhouders die doorgaan tot het laatste bastion gevallen is. Donner was het eerst klaar. Hij speelde 39 partijen, waarvan hij 35 won en 4 remise maakte. De enige die Kortsnoy versloeg was de Rotterdammer Peen. Sommigen wilden niet naar huis voordat ze nog een vluggertje hadden gespeeld. En wij waren graag bereid hun daarbij een handje te helpen.